Wanneer je in RAW fotografeert, dan moet je je foto openen in een RAW-converter of voor als je naar Photoshop kunt. Heb je een JPEG, dan zou je die stap over kunnen slaan en de foto meteen in Photoshop openen en daarmee verder gaan. Wat is het verschil tussen RAW en JPEG? Een RAW-bestand dat heeft meer informatie. Het is de, de, de ruwe informatie van de sensor en het moet nog geconverteerd worden. Daar heb je dus dat camera RAW voor. Een JPEG is diezelfde informatie, maar dan is hij in de camera al een keer geprocessed en komt er dus een bruikbaar plaatje uit. Er zitten bij een JPEG door de camera altijd wat bewerkingen over en bij een RAW-bestand nog niet. Daarnaast is een RAW-bestand 14-bits. Dat betekent dat er veel meer gradaties tussen licht en donker zitten dan bij 8-bits, wat een JPEG is. Ik heb hier een aantal foto's waarmee ik in RAW en JPEG tegelijkertijd heb gefotografeerd. En als ik deze twee bijvoorbeeld even. Mooi vullend in het scherm zet, dan zie je al dat er wat kleine verschillen zijn. Zo is de raw foto veel donkerder, maar ik weet dat die ruimte er nog in zit. Ga ik er nou aan trekken in de raw converter, dan kan ik er meer uithalen dan bij de JPEG. Maar dit stukje gaat erover dat je met een JPEG ook in de raw converter aan de slag kunt. En dat doe je heel simpel: je klikt er met rechts op en je klikt op openen in camera raw. En je ziet, de JPEG wordt gewoon in de raw converter geladen. Vervolgens kun je alle stappen doen die je normaal gesproken ook doet. En het is non-destructief. Het blijft uh, naast de foto bewaard. Dus je kunt altijd nog een keer terug. En je kunt hem openen. En je kunt hem vervolgens ook openen in 16-bit. Nou, het origineel is 8-bit. Dus dat heeft weinig toegevoegde waarde. Maar uh, goed, we doen het voor de sake of the argument. Het eerste wat opvalt is als ik bijvoorbeeld de hooglichten terugzet. Dan zie je bijvoorbeeld dat er rondom de bomen een heel klein, fijn, dun randje ontstaat van, nou, ik, ik denk in dit geval 100 pixels breed. Dat is dus gewoon die bitdiepte die we tekortkomen. Maar ik kan hier wat wijzigingen maken en ik kan het openen in Photoshop als een smart object. En het grote voordeel van een smart object is dat ik altijd nog terug kan. En je herkent een smart object aan dat kleine vierkantje wat daarbij staat. Klik ik namelijk dubbel op de laag... Dan ga ik terug naar het Camera Raw filter en kan ik bijvoorbeeld nog wat extra wijzigingen maken. En weer op OK klikken. Hij wordt opnieuw geïmporteerd in Photoshop en klaar. Dus een JPEG-bestand kun je gewoon openen in Photoshop en in Camera Raw. Mocht je liever met dat filter willen werken. Er is ook een andere mogelijkheid. Ik sluit deze gewoon even af. En ik selecteer een nieuwe JPEG. Even spieken. We pakken deze en ik zeg openen in photoshop nu is het geen smart object en nu kan ik in principe er niet op dubbel klikken en terug naar camera raw want er is geen informatie van camera raw en toch kan ik het camera raw filter gebruiken in photoshop wederom maak ik er een smart object van en dat doe je gewoon door om te zetten in slim object en je gaat bij filter naar camera raw filter en vervolgens kan ik hier gewoon net als in camera RAW alle toepassingen doen die ik interessant vind. En op oké OK klikken. Waarom heb ik die omzetting gemaakt naar slim object, naar uh, Smart Object? Dat komt omdat mijn filter er dan onder verschijnt, zodat ik eventueel toch nog gewoon veranderingen kan maken. Want als ik er op dubbel klik, dan ga ik terug naar het camera RAW filter en kan ik toch nog gewoon weer dingen veranderen. Dus. Met een slim object maak ik veranderingen in een foto die ik in een later stadium altijd weer terug kan halen. Stel dat ik bijvoorbeeld bij deze foto uh, de lucht zou hebben vervangen in, in een mooie prachtige blauwe lucht. En ik kom erachter dat het gras in de onderkant of de eendjes net niet lekker uitkomen. Dan kan ik met het slimme filter in Camera Raw toch nog gewoon een aanpassing maken. En hoef ik niet eerst al die stappen van de blauwe lucht ongedaan te maken en weer later opnieuw doen. En zo simpel kun je omgaan met een JPEG in Camera Raw.